De 39-jarige vrouw die afgelopen donderdag aangereden werd op het Damsterdiep is zondagmiddag aan haar verwondingen overleden. Een 33-jarige automobilist reed de Groningse donderdag aan op het moment dat zij het Damsterdiep ter hoogte van de huisartsenpost overstak. De vrouw stak vermoedelijk tussen een aantal stilstaande auto's over, waarna de man haar niet meer kon ontwijken. Ze werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek dus alsnog. Volleybalvereniging Lycurgus is de grote winnaar bij de uitreiking van de provinciale sportprijzen van 2008. De ploeg werd gisteravond tijdens het Groningen Sportgala uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Lycurgus presteerde erg goed op het hoogste volleybalniveau en speelde Europees. Het is met name de waardering voor de weg die we zijn ingeslagen sinds 2 jaar. We hebben er gewoon echt keihard aan gewerkt, met name de jongens. Ja, en het geeft ook weer dat het kan. We hebben gezegd van we bouwen heel veel aan jeugd. In combinatie met geroutineerde spelers die hier jaren rondlopen. Enerzijds doordat we het budgetair moesten doen. Aan de andere kant vind ik ook dat dit de manier is. Een van de volleyballers, Alexander Brouwer, werd ook nog eens sporttalent van het jaar. Brouwer is naast speler van Lycurgus ook beachvolleyballer. Fantastisch, hè? Ja, ik ben nog helemaal onder de indruk van het geheel hier en al die mensen achter me die allemaal me komen feliciteren. En het is gewoon geweldig, joh. Op de Herenstraat konden voorbijgangers vandaag de Ice Safe kluis kraken. In de kluis bevonden zich 3 kunstwerkjes met een waarde van in totaal 30 miljoen euro. Althans volgens de makers, kunstenaars van Forma Actua Pinacotheek. 30 miljoen is precies het bedrag dat de provincie kwijtraakte nadat de nu beruchte bank failliet ging. Dat geld, die 30 miljoen, hebben we natuurlijk meteen in kunst belegd. Hier zien we een kunstwerk van 30 miljoen euro. Van Petra van Kalker, Kees Wiersema en Noor Achter. Dus mensen kunnen hier dan helemaal gratis naar kijken. De actie was een reclame voor een nieuwe expositie. De kerstsfeer zat er vanmorgen goed in buurtcentrum De Wende in Vinkhuizen. De ouderen uit de wijk hielpen elkaar met het maken van kerststukjes. De kerstballen, stukjes naaldboom, kaarsen en andere attributen waren aangesleept om een paar fraaie exemplaren te maken. Ondanks hun ervaren leeftijd waren de meeste deelnemers in De Wende onervaren kerststukjesmakers. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus het is een probeers uiteindelijk. Dus ik vond het hartstikke leuk om dat mee te doen. Nou, de allereerste keer had ik zo'n kleine oase. En dan kon je heel moeilijk dat groen in steken. En begon te schuiven. En toen hebben we helemaal weer af. Heb ik eerst naar de klacht gekeken. Lukt het nog? Hebben we hem wel weer afgebroken. En toen hebben we met 3 handen en we weer opnieuw opgemaakt. Met een grotere stuk oase. En dan was het naar mijn zin. Ik heb altijd bij de thuiszorg gewerkt. En dan gingen we ook altijd kerststukjes maken. Dus toen zeiden ze ook altijd tegen ons van... Je moet onderaf beginnen, dat is omhoog werken. Dus vandaar dat ik het een beetje wees.